jongens en meisjes, en welkom bij weer een nieuwe video van de Noobspeler. Vorige keer waren we een hele tovenaar en hebben we onze armor betoverd met hele mooie dingen. En een zwaard en een pickaxe en alles. Maar helaas ben ik alles kwijtgeraakt op het laatst. Dus laten we kijken of alles nog in de netter ligt. Want als het in de netter ligt, dan kan ik het misschien nog terugvinden. En vandaag ga ik reageren op Noobie, mijn muzieknummertje. Want velen van jullie hadden gereageerd en dat wil ik graag laten zien. Wauw, dat vind ik leuk. Dus blijf zeker kijken. Eerst gaan we onze spulletjes terughalen uit de netter. Let's go! Dan gaan we eerst de netter in. Nee, nou geen schaapje. Oh, het schaapje staat er nog. Schaapje, wat doe je nou nog in de netter? Oh, als het schaapje er is, misschien liggen mijn spullen er dan ook nog. Oh, ik heb alleen niks. Mag ik hier mijn durt hebben? Vinden jullie dat niet erg? Oké, ik vind het niet erg als ik mijn durt nog pak. Want hier ben ik naar beneden gevallen. Oh nee, mijn spulletjes liggen er niet meer. Nee, ik weet het zeker. Mijn spulletjes zie ik niet meer. En ze liggen er echt niet. Misschien hebben die varkensmonsters dat gepakt. Ik weet het niet. Maar ik kan ze in ieder geval niet vinden. Zo, stomme monsters. Dat vind ik niet leuk. Doei. Gaan we gewoon weer terug naar waar we vandaan kwamen. Oh, dan zijn we al onze spulletjes echt kwijt. Die zijn we echt in de netter. Is het verdwenen. Dat is wel jammer. Maar dan heb ik in ieder geval veel tijd om te reageren op de muziek. Ha, want jullie kennen het liedje wel, toch? Wat ga je nou weer doen? Is dat wel zo handig? Want dit was mijn muziekvideo die ik geüpload had. Die heeft al 144.000 weergaven. En jullie hebben veel gereageerd. Net zoals Kaaskop 123 zegt: ik luister een liedje nu al de hele dag. Het leukste liedje die ik heb gehoord. Echt respect aan jou, Noobspeler. Hoe je dit hebt gemaakt. Dankjewel, Kaaskop 123. Wauw. Martine Biljet zegt: wow. Zo mooi. Respect aan jou. Je bent de beste. En TJ3 die zegt: echt super liedje. Je kan ook heel goed zingen. Je bent echt een topper. Wauw. Dank je, TJ3. Piro Berry Al Berry zegt: dit is goud. Respect. Wauw. Er zijn wel meer dan 888 reacties. Wow, echt zoveel leuke reacties om te lezen. Dank jullie wel. En Punchy Gamer ook. Dank je, man. Nice song, man. Echt leuk gedaan. Oeh, ik denk dat het de hele tijd in mijn hoofd gaat zitten. Topnummer. En Umut zegt: het is mijn lievelingslied tot nu toe. Dank jullie wel. En Marion Den Boer zegt: zet dit liedje op Spotify. Hij zegt: prachtig. Maak nog een liedje. Respect. Ja, voor degene die het wil weten. Hij staat op Spotify en je kan hem ook zeker beluisteren daar. Want lieve Rochtes zei ook dat het een hit zou worden als ik het op Spotify zou zetten. Wauw, en dit zijn echt superleuke reacties om te lezen. Kijk, ze zijn er echt zoveel. 888 nu. Wauw, dat vind ik echt superleuk. Je moet ook zeker reageren als je het een leuk liedje vindt. En dan doen we hem even op like drukken natuurlijk. Oh, dat hebben we al gedaan. Top, nu zijn er ook mensen die hebben een reactie gemaakt met een video. Oh, want deze jongeman heeft ook... Ik denk dat dit niet Marianne is, maar dit is iemand anders. Maar jouw geluid staat niet aan. Ik vind het heel leuk dat jij gereageerd hebt op mijn videoclip, maar ik hoor helemaal geen geluid. Hij staat ook helemaal aan. Dus maar in ieder geval bedankt. Ik hoop dat het allemaal leuke reacties zijn. Dankjewel, meneer. Dank je. Van Marianne Bout, hè? En ik denk dat het zoon is van Marianne die gereageerd heeft. Maar dankjewel. Oh, en ik moet wel abonneren op hem. Ha. En Mick heeft namelijk ook gereageerd op mijn liedje. Vandaag gaan we reageren op de Noobspeler. Yes. Wauw, hij doet reageren op mij. Dat vind ik leuk. De Noobspeler heeft namelijk zijn eigen nummer uit. Wauw, ja, dat heb ik inderdaad. Het nummer heet Noobie. Ja, Noobie, ja. Ik ben heel benieuwd. De Noobspeler die een nummer heeft gemaakt. Ja, let's go. Ik heb een nummer gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat Mick ervan gaat vinden. Oké, wow, wacht, waarom klinkt dit goed? Het is een nummer van een Noobspeler. Ja. Oprecht, ik had verwacht dat dit echt super slecht ging klinken. Maar dit klinkt oprecht heel erg goed. Dankjewel, Mick. Dat vind ik super leuk. Wauw. Oké, ik ga het nog één keer, hoor. Oké, wow, stop dit. Dit was echt mega catchy. Noobie, noobie, noob. Wat ga je nou weer doen? Is dat wel zo handig? Wauw, Mick, die kan ook heel goed zingen. Ik hoor dit voor de eerste keer. En ik ken gewoon nu al zeg maar het refrein uit mijn hoofd. Oprecht heel erg catchy. Is dat wel zo handig? Oké, dit is echt top. Wow, ik heb het gewoon gemaakt. Ik kan stoppen met YouTube. Je moet stoppen op je hoogtepunt. Ik ben nooit bang voor de bottomman. Die wil ik nog een keer horen. Kom Mick langs, yeah. Hij is nooit bang.
voor de Vottaman. Yeah! Is dat wel zo handig? De nieuwe speler is gewoon altijd blij. En daarom vind ik hem ook de nieuwe speler. Hoe kan je nou de nieuwe speler haten, zeg maar? Je kan niet de nieuwe speler haten. Hij is altijd blij. Hij vindt alles goed. En het is gewoon een topgozer. Ah, dankjewel, Wick. Ik ben ook altijd blij, want ik vind Minecraft gewoon superleuk. Oké, eerlijk is eerlijk. Noob speler, jij bent oprecht wel, zeg maar, de koning van het dirt. Zeg maar, die titel mag jij gewoon pakken. Jij bent de koning van het dirt. Yeah, yeah, let's go, zegt hij nu. Is opeens de noob speler rapper Sjors geworden of zo? Ja. Oké. Hey, applausje voor de noob speler. Applausje voor de noob speler. Wauw. Dankjewel, Wick. Dan vind ik echt superleuk dat je zo'n leuke reactie hebt gemaakt over mijn muziekvideo. Daarvoor heb je wel een plekje op de Hall of Fame verdiend. En ook vond ik een video. Steven de Vos. Ja, die zei dit over mijn muziek. Ik vind dat is een hele goede YouTuber. Wow, dankjewel, Steven. Jij bent ook een goede YouTuber. Dus ja, zijn YouTube-kanaal heet Noobspeler. Ja, dat klopt. Noobspeler, yes. Is bekend van Mick en Giel op YouTube. En maakt super leuke content, ja. En hij gaat zo. Noobie noobie noob. Dat is fantastiek. Noobie noobie noob. Noobie noobie noob. En ik vind dat een super goede refrein. Wauw, dankjewel Steven. Misschien kan je de volgende keer met me meezingen. Wauw. Ik vind dat. En nu komt het dus eigenlijk niet naar volgens. Nu komt de rap. De rap. Ik vind dat een goede rapstukje. Gedaan, dus dankjewel dat je het wel helemaal vet vindt. Hij heeft dat goed gedaan, hij heeft dat goed gemaakt, hij kan echt mooie zingen. Dus Noobspeler, blijf zo voortdoen. Je bent een super goede YouTuber en ik ben trots dat je zo'n leuk liedje en video's maakt. Dankjewel Steven! Steven Vos! Je moet even zeker abonneren op hem! Kijk, abonneren! Dankjewel Steven Vos! En jij verdient ook zeker een plekje op de Wall of Fame! Wat kan je nou doen? Dus jullie verdienen zeker een plekje op de Wall of Fame. Nou heb ik alleen geen bordjes meer, dus dan halen we hier de bloeden weg, want er zitten toch geen bloeden meer in. Haha, dan hebben we hier een bordje. En op dat bordje, daar komen jullie allemaal. Mick van YouTube. Marianne Bouten. Steven Vos. En op het laatst zijn er nog Hans Jansen neer. Hans Jansen zei, je hebt gewonnen met dit liedje. En dan zijn we klaar. Kijk, dan staan jullie ook op de Wall of Fame. Wauw, samen met de rest van alles. Yes, wauw. Dus bedankt voor alle reacties en alle leuke berichten natuurlijk. Oh, dat vind ik superleuk. Dus we gaan ook zeker meer liedjes maken. Vind je dat leuk? Dan moet je even zeker abonneren. En wil je weten wat Mick en Giel aan het doen is? Klik dan op deze. Wauw, op deze video. Tot de volgende keer. Doei.